Je kunt wel zeggen van ja, eigenlijk willen we het op die manier niet doen. Maar ja, dan op het moment dat je dat doet, en dat is niet die afgelopen vergadering ook gebeurd, is het niet veel verstandiger om het hele project op een zo ingewikkelde locatie qua vervoer niet gewoon maar af te blazen. Ja, dan roept iedereen dat kan niet, want het contract dwingt ons. En zei, ja, jongens, hoe redelijk mag je blijven in deze wereld als het eigenlijk niet kan, maar toch moet, omdat er een discussie gevoerd hebben tussen de transportband of vervoer per as met vrachtwagens. Zou het, als het aan u ligt, eigenlijk de discussie gevoerd moeten worden of dat hele transport nog wel plaats moet vinden? Ja, maar of het op een redelijke manier plaats kan vinden. Kijk, als je luistert wat bewonersvereniging of club Jonkerstraat afgelopen week zegt van, ja, is het wel redelijk om ons 160 vrachtwagenritjes per dag door de achtertuin en voor sommigen door de voortuin te laten komen? Als dat alleen maar een geldkwestie is, moet je daar nog eens serieus over nadenken. Oké, okay. En hoe wordt daar door andere partijen binnen de gemeente Beuningen over gedacht, weet u dat? Het is natuurlijk zo dat de plas in Beuningen heel lang als heel positief is beschouwd. Om twee redenen. Eentje, mensen willen graag aan of in de buurt van het water wonen. Maar ja, daarom hoeft die niet zo vreselijk veel dieper te zijn dan, ik noem maar wat, het Friese Merengebied. Dat is 1,5 meter, gemiddeld zo'n beetje diep. Hier praten we over 40 meter. Ik bedoel, ja, wat is het, 38,5 meter levert natuurlijk voor de bewoners in de buurt niet zo verschrikkelijk veel op. Wat het wel oplevert is dat vervoersprobleem. Ja, en hoe redelijk is het om dat en het industrieterrein en de mensen die er wonen en het kanaal, want de kosten van het kanaal is ook volgens Rijkswaterstaat nodig, omdat anders het kanaal, ik weet niet precies wat, maar zoiets als te vaak gebaggerd moest worden, meen ik, als dat de reden is. En dan zeg ik van het heeft zoveel nadelen dat het in ieder geval, wat mij betreft, nog een keer serieus bekeken moet worden van wegen die nadelen wel op tegen wat wie dan ook eraan voordelen aan heeft.